De energie krijg je van alle mooie soorten die je mag maken. Je maakt toch iedere keer weer iets anders, iets bijzonders. En dat is gewoon heel leuk. Het zijn nou eigenlijk allemaal een beetje mijn kindjes. Wat doe jij? Ik maak de nieuwe plantjes. Ik ben Linda en ik ben verantwoordelijk voor de veredeling bij Slijkerman Calangeweer. Deze mooie gele. Is dat een mooie? Klein blaadje. Ja. Maar hij is iets klein bloemetje, weet je? Ja, een grote bloem. Oké. Veredeling is proberen de juiste eigenschappen te combineren met elkaar, zodat je tot een verbetering van een nieuwe variëteit kan komen. Eigenlijk alle facetten zijn heel spannend. Het veredelingsproces bestaat uit het vinden van de juiste combinatie om een mooie kruising te maken. Daaruit komen zaadjes. De zaadjes worden gezeefd en geschoond. Daarna worden ze gezaaid, opgezaaid, verspeend. Als ze groot genoeg zijn, komt er één specifiek plantje in een pot. Die komt op de vloer terecht in de korte dag, waardoor er bloemen ontstaan. En dan begint eigenlijk het selecteren. Het groepje wordt al kleiner. De beste hou je over. Het leukste is om na anderhalf jaar de resultaten van je inspanningen terug te zien. Ik ben trots op de hele presentatietafel als ik dat zie vanaf het balkon. En dan, dat is natuurlijk ook heel leuk, dat de mensen om je heen heel trots zijn op wat je doet. Ja, dat is leuk. En mijn moeder is apetrots.